Hallo, ik ga jullie een roomtour geven door mijn kamer. Want die heb ik pas helemaal veranderd en opgeruimd. Dus die is een goed moment om aan jullie te laten zien. Nou, komt die. Hier staan nog dingetjes die ik wel moet opruimen. Maar dat is het enige. En mijn spiegel. Hoi. En mijn bureau. Werkplekje. Reiniging, spullen voor mijn gezicht. Papieren. Hier mijn kastjes. Hier staan mijn spulletjes voor de LOI. Boeken. Daar komen nog dozen. En bij deze twee laadjes voor mijn make-up en mijn geurtjes en mijn sieraden. Ik hoop dat het erin past. Hier nog meer spullen. Hier zitten tassen in, ook in die doos. Allemaal tassen. Hier nog meer tassen, die drie gebruik ik het meest. Een mooi uitzicht. Hier een bankje, chillplek. Mooi bankje, tv. Tafeltje, nachtkastje. In elk geval met een bedlampje die ik gebruik om te lezen 's avonds. En mijn bed, medicijnen ernaast. En hier mijn kledingkast. Tadaa! Broeken, shirtjes, jurkjes, blousjes, jasjes. Hieronder heel veel schoenen. Je kan ze nu niet zien, maar erachter zitten nog veel meer schoenen. In die witte dingen, doosjes van IKEA, zitten schoenen. En hier nog meer schoenen. Dus mijn kledingkast. En dat was het wel zo'n beetje. Zoals je ziet heb ik veel ramen. Dus veel licht. Dat is heel fijn voor mij. En eerst stond zeg maar die kastjes. Dus die stonden, eerst stonden ze daar tegen de muur. En mijn bureau stond zeg maar hier. Ik zeg weer heel vaak zeg maar. Tegen de bank aan, dat ik zo hier ook kon zitten, tv kijken en computeren tegelijkertijd. En vanuit mijn bed kan ik ook tv kijken, want dat kan je draaien. En ik heb een elektrisch verstelbare bedbodem. Dus, dat was mijn roomtour. Bedankt voor het kijken, doeg!